Beste collega's, de voorbije maanden zijn niet eenvoudig geweest voor het Zedelgem-team. De COVID-19-pandemie heeft ervoor gezorgd dat we snel hebben moeten schakelen en een nieuwe manier van werken onszelf hebben moeten eigen maken. Gelukkig zijn we daar als team in geslaagd. Van de markten, van het leiderschap van CNH Industrial en van de commerciële afdelingen hebben we zeer positieve feedback gekregen op onze manier van aanpak, het ondernemerschap dat we als team hebben gedemonstreerd. En hiervoor willen we jullie vandaag bedanken. Inderdaad, heel veel mensen waren bevreesd dat hun machines niet op tijd zouden geleverd worden. Daarom hebben ze het enorm geapprecieerd dat deze machines toch op tijd bij hen aankwamen. Een dikke pluim aan alle mensen die eraan meegewerkt hebben om deze machines op tijd te leveren. COVID-19 en in het bijzonder de meerprestaties hebben van ieder van ons een extra inspanning gevraagd. Op gezinsvlak en op persoonlijk vlak. Alleen door er met z'n allen voor te gaan, onze schouders eronder te zetten, zijn we erin geslaagd om alle machines tijdig aan onze klanten te leveren. Het vrijwaren van ons marktaandeel en het laten groeien van ons marktaandeel zijn de meest effectieve verzekering voor de toekomst van ons bedrijf en voor de toekomstige tewerkstelling binnen ons bedrijf. Dankzij de goede voorbereidingen was Zedelgem een van de eerste fabrieken waar het werk terug kon aangevat worden en dit op een veilige manier. Ook de flexibiliteit die getoond werd om de verloren productie weer in te halen, werd internationaal enorm gewaardeerd. Daardoor is de lancering van de HD-beeler toch kunnen doorgaan. De demonstratiemachines die kwamen net op tijd in het veld. De machines werden enorm geapprecieerd door de klanten, net zoals de Plus hier achter mij. Door de grondige tests van ons kwaliteitsteam hebben we excellente HD-belers kunnen leveren die lovende persartikels hebben opgeleverd. Dit was enkel mogelijk door het teamwork en door de passie voor ons product. De pandemie is helaas nog niet voorbij en bemoeilijkt verder ons leven, zowel op gezinsvlak als op professioneel vlak. Het blijft daarbij uiterst belangrijk om de veiligheidsrichtlijnen te blijven respecteren. We mogen met z'n allen best trots zijn over onze gezamenlijke aanpak van dit probleem. De mensen in het bedrijf doen dagdagelijkse inspanningen om continu de veiligheidsmaatregelen te respecteren. We hebben ook de mensen in het veld die continu bij de klanten blijven service verlenen en testen. We mogen ook onze bedienden niet vergeten, die reeds maanden van thuis uit het bedrijf ondersteunen zonder enig sociaal contact met hun collega's. Het is en blijft in het bijzonder voor onze locatie van het hoogste belang om continu uit te blinken in veiligheid, kwaliteit en flexibiliteit. Het zijn geprezen inspanningen die we moeten volhouden tot het einde van het jaar om dit jaar positief af te sluiten. Als we vooruitblikken naar 2021, dan kondigt dit jaar zich aan met zeer hoge productievolumes. We zullen er met z'n allen onze schouders moeten onderzetten om in 2021 te herstellen van de impact van deze pandemie. De voorbije maanden hebben we bewezen hoeveel we kunnen bereiken met de juiste ingesteldheid. Heel erg bedankt aan iedereen voor de inspanningen die worden geleverd. De voorbije periode leert ons dat wanneer we de handen in elkaar slaan, werknemer, werkgever en sociale partner, we elke uitdaging aankunnen en samen verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze site. Passie, ondernemerschap, excellentie en teamspirit, dat moet het Zedelgem-team zijn.